Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Het nieuws van deze zondag, de 8e februari. Met sonarapparatuur is vandaag verder gezocht naar de vermiste 35-jarige schipper van Beunschip Rik. Een speciale eenheid van de waterpolitie zocht op de Westerschelde bij Hoofdplaat, op de plek waar het schip donderdagnacht kapseisde tijdens het laden met zand. Zaterdag is het Beunschip nog helemaal doorzocht, maar werd niets gevonden. Eerder werden twee andere opvarenden wel gered. Albert de Vogel is al bijna 29 jaar stuurman en matroos op een Beunschip. Hij weet als geen ander hoe hard het werken is en dat er risico's aan kunnen zitten. Ja, ik zat toch met angstig gevoel eigenlijk zo. Weet je wel, als je dat zo ziet, dat schip hier mooi voorbij varen en alles. En als je dan ziet wat er gebeurt als je daar in Bresjes, dat is echt wel een beetje angstig gevoel eigenlijk hoor. Kijk, ik bedoel, wij kunnen dat ook meemaken zelf. We hopen het nooit mee te maken natuurlijk. Maar het kan gebeuren natuurlijk. Hè. Morgen moet ik weer aan de slag. Dus wij moeten ook op dezelfde plek weer morgen gaan laaien. Dan moeten we naar Antwerpen toe. Dus het is echt triest dat je dan die plek weer al ziet wat daar gebeurd is. Met wat voor een gevoel stapt u morgen aan boord? Ja, toch een beetje met angstig gevoel eigenlijk. Hè. Ik bedoel, nou staan wij hier samen te filmen en te praten. En morgenavond kunnen wij er misschien ook leggen, dat weet je ook nooit. Dus het kan zo gebeurd zijn, binnen 10 minuten kan wij zo weg hoor. Collega's uit de branche kennen elkaar allemaal. Ook Albert kende de schipper en zijn familie. Ik hoop dat die man toch gauw gevonden wordt hoor. En dat de nabestaanden wij er toch aan zullen denken aan Unie en de kindertjes. Ja. Jaarlijks worden er in Zeeland gemiddeld 4 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege koolmonoxidevergiftiging. En dat is wat de brandweer betreft 4 mensen te veel. En daarom voeren ze deze week campagne. Met name staakcaravans zijn niet altijd veilig. Omdat je met name met de ventilatie, zeker in koudere periodes, uiteindelijk een grotere kans hebt om inderdaad een koolmonoxidevergiftiging op te lopen. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Als er onvoldoende frisse lucht bij komt, ontstaat er koolmonoxide, zonder dat je het merkt. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar. En je kunt het niet ruiken, je kunt het niet zien en je kunt het niet proeven. En op die manier merk je er bijna niets van. Hoe is het gesteld met de kennis van mensen die bijvoorbeeld een gijzer hebben of graag de open haard aansteken? Ik denk dat die kennis heel laag is. En daarom is het goed om campagne te voeren en de kenmerken op een of andere manier, zoals inderdaad duizeligheid, slaperigheid, maar uiteraard ook hoofdpijn en vermoeidheid, op een of andere manier te herkennen. Een koolmonoxide-melder is natuurlijk ook handig. Dit is mei vorig jaar. Honderden figuranten mochten op verschillende locaties in Zeeland op de set van Michiel de Ruiter spelen. Oké, we zijn gestopt. Gisteravond was het de vraag, zitten we in de film of zijn we eruit geknipt? Een grote groep kwam naar de bioscoop in Vlissingen waar een speciale figurantenpremière was. Ik heb van een collega al gehoord dat ik in de scène zit. Ik heb gisteravond van mijn zoon al gehoord, die heeft me ook al in de scène gezien. Maar het gaat niet om mij hoor, het gaat om het verhaal. Ik weet al dat ik eruit geknipt ben, helaas. Nou, ik heb al gehoord dat er weinig beeld is, dus afwachten. In de Ruiter, je bent de man om onze vloot te leiden. Heel on-Nederlandse film eigenlijk, zo goed, zo professioneel en heel bijzonder. En ik ben ook zelf emotioneel, moest ook even een traantje wegpinken. Ik zei net dat ik eruit was geknipt volgens mij en nu eigenlijk viel het op dat ik wel in beeld was. Dus heel eventjes een seconde, toch wel leuk. 4 keer zeker, 1 keer twijfel ik, maar ik merk wel dat er toch wel heel veel scènes uit zijn geknipt. Hele bijzondere scènes waar heel veel werk van is gemaakt. Maar ja, er is nog genoeg film overgebleven, 2,5 uur denk ik. Het pluimvee in Nederland mag vanaf vandaag weer naar buiten. Zo ook de kippen van André de Bruiker uit Aardenburg. Maar lang niet overal in Zeeland gebeurde dat ook. Gelovige kippenboeren in bijvoorbeeld Hoek en Schoren houden zich aan de zondagsrust. Die kippen moeten dus nog een dagje geduld hebben. De vogelgriep brak eind vorig jaar uit bij een kippenboerderij in Hekendorp. En vanwege die uitbraak gold lange tijd een ophokplicht. De broers Dennis en Gerard de Nooyer hebben al hun taken bij de jeugdvoetbalopleiding Zeeland neergelegd. Dat is gebeurd omdat onderhandelingen tussen Dennis de Nooyer en het bestuur van de JVOZ deze week vastliepen. De Nooyer was de belangrijkste kandidaat om technisch coördinator te worden bij de voetbalschool in Vlissingen.
De tweeling wil niet reageren, maar bestuurslid John Herselman gaf wel een toelichting. Voorlopig heeft hij gezegd van ik leg mijn taken binnen de JVZ leg ik neer. En ik, ja, we zijn er niet uitgekomen en ik stop binnen de JVZ. Dus dat betekent ook dat hij bij de businessclub zal stoppen, ja. Dennis en Gerard de Nooyer hebben samen met Dolle Vroks de JVOZ opgericht. De voetbalschool wil talentvolle voetballers in Zeeland opleiden voor profclubs. MZC Elf uit Zierikzee heeft de Schouwse voetbalderby gewonnen van koploper Bruce Boys. In Bruinisse zorgde aanvoerder Freek Torensma van MZC Elf voor de beslissing in de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 in de tweede klasse. Aan de winnende treffer ging een keepersfout vooraf, maar dat maakte de blijdschap bij de bezoekers niet minder groot. Zoals wij nog wat willen dit seizoen, dan moesten we vandaag winnen. En vooraf een paar schorsingjes en ja, ik wist echt niet wat ik moest verwachten van ons vandaag. En, ja, we zaten er aardig bovenop en ik denk dat we er goed voor gevochten hebben. De doelstelling was eerst de 5. En na de winterstop hebben we toch bijgesteld met de groep over gehad. En we willen toch voor het kampioenschap gaan. En dat lieten de bezoekers uit Zierikzee vanaf het begin zien. Hier wordt aanvaller Wesley Goud neergelegd door Olaf Willemsen. Penalty. En daar weet Martijn van Grunsven wel raad mee. 0-1 voor MZC na 10 minuten spelen. Vlak voor rust komt Bruce Boys nog wel langs zij als Mats Willemsen attent reageert en de gelijkmaker binnentikt. Maar het blijkt een van de schamele hoogtepunten van een tegenvallend Bruce Boys. De bedoeling was eigenlijk om uit de winterslaap te komen, maar voor mij zat er nog een beetje erin. Ja. Ligt dat aan? Ja, aan onszelf. Heel simpel. Ik denk dat er te veel spanning op zat. Het is een derby en nummer 2. En jongens kunnen elkaar allemaal goed, weet je wel. Dus het was te veel gefixeerd op dat, denk ik. Bruce Boys is nog wel koploper in de tweede klasse met 1 puntje meer dan MZC 11. De komende dagen blijft er met enige regelmaat ruimte voor zon. Beste papieren, later in de week overigens. Morgen is de minst fraaie dag van de week. Dan heeft de zon het weer een stuk lastiger. We zien de wolken alweer dikker worden. Later vanavond en komende nacht met hier en daar is een keer een spat miseregen in Zeeland. Maar geen grote hoeveelheden. De minimumtemperaturen van 3 à 4 graden worden al in de avond bereikt. Komende nacht loopt het kwik wat verder op, dan begint er zachtere lucht binnen te stromen. Morgen overdag wordt het uiteindelijk 7, lokaal 8 graden. Veel bewolking, soms is een keer een spat miseregen, maar het grootste deel van de tijd lijkt het droog te zijn. Er staat een matige tot aan de Noordzeekust en waar de wind direct van boven de Zeeuwse wateren komt, vrij krachtige noordwester. Daarna gaat de wind verder liggen. Dinsdag een klein beetje zon, maar veel wolken verder. Daarna vaker het zonnetje, een graadje of 7. Tot zover het nieuws en ook het weerbericht van deze zondag. Zometeen dan kunt u nog kijken naar Onze Club, waarin Jan-Jaap Coré weer op bezoek gaat bij een Zeeuwse voetbalclub. Mij ziet u morgen weer met het nieuws om 5 uur. Heel graag tot dan en nog een fijne zondagavond.